We hebben informatie gehad dat men bezig was met illegale houtkap in de Nannikreek. En samen met BBS zijn we erop uitgegaan. We hebben een aantal mensen in de Nannikreek aangetroffen die bezig waren met houtkapactiviteiten. En na onderzoek is gebleken dat het terrein daar van een zekere Lekram Raji is. Deze meneer heeft het terrein van 240 hectare in grondhuur. Hij heeft zijn beschikking daarvoor. Die meneer zou zijn terrein ontbossen. En hij heeft de andere meneer, een zekere DP, kunnen interesseren om het terrein voor hem te ontbossen. Die mannen hebben toen die bomen gekapt en het hout is vervoerd naar die richting. Die meneer zou een huis daar bouwen. We zijn nu bezig samen met de LBB om te kijken als de regels zijn overtreden. Want ik denk dat als je ontbost en als je houtkap wilt doen, dat er regels zijn. Je gaat een fee moeten betalen. Er zijn regels. Die zijn me niet zo helder. Maar in elk geval, het onderzoek wordt voortgezet door de mensen van de LBB. Samen met de politie, en hun aanwezigheid daar had meer te maken met de houtblokken die daar naartoe getransporteerd waren. In hoeverre heeft de politie kunnen achterhalen dat op die aanbouw zijnde pand ter plekke is opgetrokken uit houtblokken die van de concessie afkomstig waren? Nou, daarmee zijn we nu bezig om te weten hoe wat waar. Ik kan u op uw antwoord nu nog geen, op uw vraag geen duidelijk antwoord geven. Maar in elk geval, we onderzoeken dat. En u weet, als het om hout gaat, houtkap, dat is de grootheid in deze LBB. En we ondersteunen de mensen erin en we kijken hoe we eruit komen. Maar als er regels zijn overtreden, dan treden we gewoon binnen het kader van wet en recht op tegen deze mensen.